De Vlaamse muziek. Ik zie zo geir mijn duivenkot, café zonder bier en ik heb eerbied voor jouw grijze haren. En hij begon als eerste in Vlaanderen met een pretpark, Pobbiaanland, zijn eigen kleine Disney World. Pobbiaan Schoepen was wel op meer vlakken een pionier. Hij leerde Vlaanderen country en western kennen. Hij maakte als eerste mammoetournees door het land met een echte tourbus en hij werkte voor licht en klank met het modernste materieel van zijn tijd. Hij was de zingende, fluitende, jodelende cowboy. En die figuur viel ook in het buitenland in de smaak. In Scandinavië, Nederland en Duitsland werd hij behoorlijk populair. Een poging om Amerika te veroveren mislukte. En Bobbiaan zette zijn zinnen dan op een ander avontuur. Hij bouwde in Lichtaard een voorbeeld van pretindustrie. Ik wens u veel plezier met de historie van Bobbiaan Schoepen. Ik hoor hoefgetrappel. Dit is minstens 40 pk. Hey Bart! Kom net tot tijd, jong. Handen omhoog. Hup, vanaf. Pot verdekken. Ik heb geen kogels bij. Mannen, dat is Bobbiaan Schoepen. Moeten we nu beginnen? Beste kijkers, rechts. Mijn echte naam is Modest Schoepen. Modest, omdat mijn Peter Modest heette. En dat mijn groot Peter van Herent als onmodest heette. Mijn grootvader heette Hippolyt en mijn meter heette Johanna. Modest Hippolyt Johanna Schoepen, geboren te Boom, 16 mei 1925. Amai, mijn botten. Mijn vader was van Boom, maar zijn hoefsmid. En mijn moeder was van Brussel, van Muilenwijk. En voor mij spijt ik Brussels. Het beeld van mijn moeder, dat draag ik in mij. In mijn hart is het veilig geborgen. Hoe mijn vader hartziek is geweest, dan moest ik met Peter meehelpen. En de broer van mijn vader, die ik doodgraag zag. En dan ging ik al 7-8 jaar aan de blaasbalk trekken. Om daar mijn kleren werken, de smis van mijn vader. Hè. Als mijn vader of mijn Peter ze beslagen hadden, moest hij van die grote knollen, boerenknollen, moest hij die naar de boer doen. Rechts en links was Eirum en nog een ander woord kent mij. Eirum. En dan wist dat Peter dat het links of rechts moest. Het andere woord ken ik niet meer. Die paard was beslagen, maar die besloegen paard was een Italiaan, zo rap. Die man, mijn vader, mijn Peter. Mijn vader was ieder jaar zo, er was een groot Mariastoet in Boom. En die, dat was eigenlijk in Jezus zo gezegd, met dat bloed en met kroon. En dat, maar ik dacht altijd dat het dichter was. Want dan sloegen die begeleiders daar, zo de Romeinen, sloegen mijn vader. Maar ik dacht dat dat dicht was en dat schreef ik hem altijd. Mijn zuster zong, hè. En ik was 10 jaar jonger en dan namen ze me mee en dan fluiten en dan gedichtjes voordragen. En dan deed ik met haar een liedje Kaatje en Pietje. En was ik een jaar of 10 zo met zo'n bolhoed op. En wat dat allemaal aan mij gedaan heeft, weet ik niet. En zo is dat begonnen. In Boom bij de Bakkers had een vereniging en de Beenhouwers een vereniging. En de Invaliden had een vereniging. Zo, ieder zaterdag was er zoiets te doen. Hè. Mijn moeder kon goed fluiten en misschien door haar. Maar op de muziekschool heb ik klank gevolgd, maar nadien heb ik dan allemaal privaatlessen gevolgd, omdat ik vond dat ik daar niet vooruit ging. En privaatles, een uur zangles, altijd, heb ik altijd belangrijk gevonden bij Achille van Bever in Antwerpen. En die vocalise en zo, dat hebben we niet meer. En daar heeft me veel baat bij gebracht. Lieve meter, ik houd veel meer van u dan van Peter. Gij zijt zo lief, dik en rond en Peter schikt, dat is ongezond. Van boterhammen houd ik niet, patéken is veel beter. Koop ze niet per stuk, maar aan de meter, beste meter. Ik wens je een zalig en gelukkig jaar, haalt nu dan mijn cadeautjes maar. Uw lief doopkind, Keesje Brug. Boom, de 1 januari. In 1942 zijn wij begonnen.
Wij hadden allebei dezelfde muziekleraar, meneer De Laat. En wij hadden bij allebei een gitaar, maar waarvan die gitaar gekomen zijn, dat weet ik niet. Maar toen konden in de muziekschool geen gitaar leren. Hè. Kom, laat ons bloemen plukken in die vlei. Daar zingen voeltjes, vogeltjes, voeltjes. Wat zingen die vogeltjes? Dat gaat niet, hè. Voeltjes, vrolijk en blij. Geef mij een zoentje, zoentje. Ik zal niet schrik, ik zal niet verschieten. Want voeltjes zal ons nooit gaan verblikken. Knap. Voeltjes die kan niet verklikken, hè. Knap, hè. En daar ben ik mee begonnen met Zuid-Afrikaans. Altijd met die gitaar, allemaal Zuid-Afrikaanse nummers. Maar ik was 16. Ik had er zo boekjes van, wat alles hier. Maar ik begreep dat, die taal direct. Mama, ik wil een man, hè. Wat voor man, mijn lieve kind. Wil jij dan een Duitse man? Nee, mama, nee. Een Duitse man, die wil ik niet. Want schweinevlees, dat lust ik niet. Als hij had gezongen, s'avonds, kwam hij in het gevangen terecht. Die Duitsers pikten hem op en dat mocht niet. In de hof moest gaan werken, als ik 18 jaar was, moest gaan werken. Of kon, ja, ik kon een keer gaan zingen. En ben ik gaan zingen. En ik overal geweest en een groep van een man of vijf, zes. Met een accordeonist erbij. En Dresden en Leipzig en al die dingen, ik heb allemaal gedaan. Het grote bombardement van Hamburg heb ik ook ingezeten. En van Berlijn ook al. De volop in, hè. Maar ja, ik was misschien te mager, de bommen gingen ernaast. Daar kwam de bevrijding. En 3 of 4 weken daarna staken wij een nummer in elkaar, met country-nummers, imitaties, fluiten, jodelen. Ik was in die tijd meer imitateur als dat ik zanger was. Deze was van alles, nou, zo vliegtuigen, bombardement, mitrailleus en paarden getrappeld en hier de boel. 2 Boys and 2 Guitars was onze naam. En wij vertrokken. En met op ons mouw Canadian Special Service en een legerkostuum aan. Wij groeiden een halve meter. En daar zijn wij bijna een volledig jaar, ja, in België en in Holland en in Frankrijk op tournee geweest. Maar ik was een huismus en Bob kon 3, 4 weken van huis zijn zonder heimwee. Maar ik niet. En dan zijn wij uit elkaar gegaan. Niet met ruzie, zo uit elkaar gegaan. Het was een talent. Alle begin is moeilijk, beste kijkers. Dat denk ik nu ook. Als dat nummer voorbij is en je vond het niet goed, denk dan zo. Het zal beter gaan, Kees, als het nog eens moet doen. Jacques Kluwer heb ik ontmoet in 1946. Ik ging daar een auditie voor doen. En met de gitaar zegt hij, wat ga je? Ik zal eens naar Duitsland sturen bij de Amerikanen. Toen de eerste keer dat ik ging, schreef Major Murker, you cowboys are wow. Louis Armstrong, en dat waren al de supergrote van toen. Frankie Lane. Allemaal die supergrote mannen, dat waren allemaal kameraden en vrienden en tijdgenoten van Jacques Kluwer. Ik denk dat het een mirakelman was. Jacques Kluwer, die had ook La Estrella, die had Jean Walter als producer. Dus hij had verschillende mensen. De meest gekende Bobigny, de meest gekende Vlaamse zangers van die periode waren geproduceerd door Jacques Kluwer. En zo is het stilzies aangekomen, dat groeit allemaal. En de eerste plaat, dat Jacques Kluwer me zei, we gaan een plaat in het Vlaams met u opnemen. Ik was in Frankfurt, ik was maar 21 jaar in het Vlaams.
Ja, ik heb dat goed nummertjes en zo. Maar ik wist niet hoe dat ging, hè. De jodelende fluiter gaat op weg door het bos en hij maakt een praatje met de koeien in de wei. Klopt dan opgewekt en vrolijk, zwaait eens lustig met zijn stok. Maakt eens kennis met een geitje op een bok. De kip of de vogels weten zich door hem vereerd. En toen mocht hij geen fouten maken, hè, maar er was nog een opname. Dat was zo een plaat en dat is met krulletjes. Nu is dat met banden, maar toen hadden dat bekenden ze niet. Dus met krulletjes. En als die plaat af was, dan werd dat geperst. Oeh, weet ik nog allemaal niet. Maar als je verkeerszong kostte dat toen 1000 frank. En als je weet, dat veel mensen geen 1000 frank per maand verdienen, weet je genoeg. Hè. Ik heb 1 keer verkeerd gezongen. He's a good entertainer. He has a fantastic projection. He had a smile. I can flirt and I can yodel. I can read a bit of flirt. I can like a vogel geluidjes maken. Ik denk dat hij van de generatie is die is groot geworden met singing cowboys in de film. Dat was toch een klassiek gegeven. En dat was toch het beeld wat versterkt en wel bij Bobbejaar naar boven kwam. Dat was voor de nog een keer naar de cinema mocht gaan. Zo. Dan had ik altijd dingen van Roy Rogers. En dat is later een goede vriend van mij geworden. Hij is nu gestorven, jammer genoeg. Maar Roy was een paar trigger. Was wel zo'n bijvoorbeeld, die zongen dan Riders in the Sky en Ghost Riders in the Sky. Huh? Wordt die tune nog altijd gebruikt? Ik geloof het wel, ik heb het horen. Dat is een liedje van hem wat gebruikt wordt. Kijk zingen, nu tot slot van de uitzending. Kennen ze het? Daar te zijn is mijn grootst genot. Want daar kun je alles vergeten. En zul je van zorgen nooit weten. Ik zie... Johan zingt iets mee, jongen. Ja, ik ken Die grote artiesten met dikke nek, die vinden dat misschien een goede tekst, maar het is de beste tekst dat ooit geschreven is. Is niet van mij, zo. Het is van een Nederlander die lang aan steen gewoond heeft. En dat is letterlijk zo schoon geschreven, kun je niet geloven. Maar je moet het lezen. En aandachtig lezen, lijn per lijn, zin per zin. Dat is niet, ik hou van jou, zo. Dat is letterlijk zo. Ik heb een mansarde gemeubeld, gehuurd, vlak neffens een klein stam in Eken. Het Antwerpse steen, de gezellige buurt, daar wil ik even van spreken. Ik woon daar alleen en geen mens die me stoort. Door het raam zie ik de wolken verschuiven. Het enige geluid dat je daar bij me hoort, dat is het gekoer van mijn duiven. En ik zie... Zo heer op mijn duivenkant, daar te zijn is mijn grootst genot. Want daar kun je alles vergeten en zul je van zorgen nooit weten. Ik zie zo heer op mijn duivenkant. Prachtig. Heel schoon. Maar toen wist ik het ook niet zo schoon was. En de muzikanten, wat pakt er aan op? Allee, ik zei, ze gaan mijn dove kot, die postenlijstje. Allee, wat is dat nou voor leken? Ik zei, ze gaan mijn dove kot, dat is zot. En Jacques Lugers, nee. Jacques Lugers, we zijn niet zot. We weten goed wat we doen. Maar dan was het fantastisch. Het veel verkocht. Hier is Hilversum de Avro. Dames en heren, Avro's bond de dinsdagavond. Trein brengt u vanavond een radiorevue. Geen zee gaat ons te hoog. Breng eens een zonnetje onder de mensen. De Nederlanders die hadden het goed gezien. En die hadden dus de Bonte Dinsdagavondtrein, dat een uitzending die ontzettend populair was in Vlaanderen. Want dat ging rechtstreeks in de ether en dus
toen hadden zij al een potentieel van zangers en artiesten en die konden optreden. En twee Vlamingen hebben daar ingestaan. Hij alleen en ik alleen. Dat was toch een prestatie volgens mij. Die eerste show was een grote vedette. Ik moest eerst optreden. Eerst zingen. Ook mopjes in het Vlaams met de gitaar. De jodelende fluiter gaat op weg door bos en hei. Maakt een plaatje. Dat ik zo'n succes, hè, dat die show zo ging. Ja, goed, dat is niet voor het stoeven of gelijk, maar die show ging naar de bliksem. Die grote vlucht ging hoor, dat was allemaal gedaan. En de show erop stond ook al de laatste. Ja, Bobby was in Nederland bijna net zo populair als hij in België was. Ze vonden het een leuke man, een fijne man. 1949 ben ik in Indonesië gegaan en dat was 3 dagen vliegen. En die ging maar tegen 375 per uur. Van hier naar Cairo, Cairo, Aden. Aden, Mauritius, Mauritius, Jakarta. Dat deed nu een andere naam gewoon. En er was dat volle polen, ik wist dat niet. En dan terugkomen was ze 27 dagen met de grote beer. Mijn schip van 8000 ton, allemaal gekwetste jongens ook. Omdat wij buiten zaten, dus in de verste lijn, kwamen daar nooit Hollandse groepen met muziek of het een of het ander, want dat was te gevaarlijk. En toen zei Schoepen, ik doe het wel. Het ging er pas 3 shows per dag soms. Dat ik niet moest, ik moest maar 5 per week geven. Maar ik heb er voor de jongens, als ik daar kom, is voor te werken, niet voor te luiken. En niet voor te drinken. Er waren nog Hollandse groepen. Maar die gaan 5 shows wel te iemand ziek van drinken s'avonds. Dat kan niet, hè. Je moet gaan voor de jongens iets te geven, anders gaat er niet op toe, hè. En dan een tang van voren en een tang van achteren, wij ertussen. Van tevoren gingen wij de weg zuiveren op trekbommen en mijnen en troep. Men is op het mijn gereden ook. Dat is zelfgemaakte mijn, maar feit was toch zo gat. Zeg, doe niet. En dan, ja, meer dan de helft moest de boes in om te voorkomen dat de vijand het toneel op zou stormen. En dus dat Bobby Ann en zijn mensen min of meer veilig kon optreden. En dat wordt nog steeds door ons gewaardeerd. Dat hij als Belgisch staatsburger de Nederlandse militairen vertier bracht en een klein beetje terug in hun vaderland met een kwinkslag en een mopje en een liedje en een... Enfin, we kennen Bobby Ann allemaal, dat is hem wat toevertrouwd. Onze jonge televisie, die in uw huiskamer zulke gul onthaal mocht ondervinden, staat op dit ogenblik voor u als een kleine dreumes met een bibberende nieuwjaarsbrief. Ik was de eerste. Mijn show was de eerste. En dat was in Jean Valjeanplein. En hier. Dat was daar binnen. Zij moesten, de mannen moesten, de camera's moesten dat leren. Hè. Die waren naar Engeland gegaan. En zo, uitwisseling zo. Dat was mijn eerste. Ik geloof dat ik 52 was of zo. In 57, dat is gebeurd, dat is het tweede jaar dat de Eurovisie was, ja, tweede jaar. Toen had de toenmalige directie van de BNRO beslist dat Bobby Ann Schoepen en niemand anders dan Bobby Ann Schoepen België zou verdedigen. Straattuintje. En dat is, geloof ik, 8e geëindigd. Langs de straten danst er een deuntje. Het klinkt... Dat was een mooi melodietje, maar niet direct een meezinger. Want de tekst was nogal poëtisch. Hè? Het is heel eenvoudig, maar een poëtische tekst. En ik vind niet dat dat de liedjes zijn die Eurovisie nodig heeft. Ik kan het zo fluiten, stem me goed gezind. Ik was 12 jaar, het was in 1952. Toen zag ik een affiche van Bobby Ann Schoepen in Veurne. En die trad op in de zaal, dat ik nog heel goed, Palace heette de zaal. En ik mocht daar naartoe gaan van mijn ouders, dus ze zijn trouwens meegegaan. En er was ook een crochet, want Bobby Ann was een van de allereerste in het land die zorgde voor sponsoring. Hij had Mont Savon, de zeep, mee in het nieuwsblad Sportwereld. En hij schreef af en toe een klein crochet uit aan mensen die
een liedje wou komen zingen. En ik zong toen het liedje, het marslied van de wandelaars. Dat was een van zijn successen in die tijd. En ik zong dat precies een octaaf hoger dan zijn toonaard. Dit is het marslied van de wandelaars. En dat jodelen kwam daar natuurlijk telkens tussen, wat hij zo vlot kon doen. En toen kwam ik van het podium en hij zat in de coulissen met zijn gitaar en zei: Manneke, ga me dat voortdoen. We deden toen een tournee van 165 dagen aan elkaar. Alle dagen met een bus ergens naartoe. Alle steden in Vlaanderen gingen wij, Limburg, West-Vlaanderen, Brabant ook veel. Voor mij was dat natuurlijk fantastisch, want de mensen niemand kende mij. En ja, dat was voor mij dan de doorbraak natuurlijk. Hè. Maar Bobby Jan die had wel altijd de laatste nieuwigheden. Hè. De beste spots, de beste micro's, lichten met lichteffecten en zo. Nou, die is dat allemaal ook, zijn ze allemaal zo begonnen. Maar hij was eigenlijk een beetje een baanbreker op dat gebied. Als hij in de streek kwam in West-Vlaanderen, of de Pannen of Veurne, dan liep ik even langs, weet, hey Bobby, hoe gaat het? En kwam ik in zijn loge of in zijn caravan. Hij had telkens een heel prachtige caravan mee. En hij zei, wil je liedje zingen vanavond? Wil je liedje zingen? En ik zei, ja, waarom niet? Graag. Dus, en toen was dat zo geklonken. Maar het was echt telkens een beetje improvisatie. Het was nooit echt gepland om op tournee te gaan met Bobby Jan Schoepen. Zo heb ik Bobby Jan ontmoet. En een paar, twee weken misschien met hem op zijn tournee hier in Vlaanderen. En Jan, en Bobby Jan. We hadden bijna een polka samen gekomen. Ik denk dat de mensen nu niet meer beseffen wat Bobby Jan was in die tijd. Het was een monument, hè? Het was echt een monument. Good evening, ladies and gentlemen. Your Lincoln dealer and your Mercury dealer present the Ed Sullivan Show. Eerst keer in Amerika ben ik geweest als 51 of zoiets. Ja, 59. 1 of 52. In 59, geloof ik. We zijn in New York gekomen. En in ons appartementje, wij hadden een appartementje al in New York. Hij is bij ons komen eten. Als je in New York zit, in zo'n grote stad, en je zit daar alleen en met gitaarken, en ja, dan kon ik je misschien verder gebracht hebben. Maar ik had hier toch al een paar grote successen en bomvolle zalen. Wat ga ik je dan in dat groot Amerika doen? Hè? Dat kun je niet in vijf minuutjes doen, hè, Amerika. Ofwel moet een plaat fantastisch verkopen. Ik heb een auditie gedaan van de Agents Morrissey en direct aangenomen. En als een comedian. Alleen zingen en fluiten, en joden, steelgitaar, gitaar, jokes. Want dat deed ik al voor de Amerikanen toen. 20 was in 45, vertelde ik veel jokes. En zodoende ben ik dan bij RCA gegaan, bij de records in New York. Steve Scholes, dat was de grote baas van RCA, wat Elvis Presley ook voor zong. Maar hij was de baas. En ik heb de auditie gedaan. Ik had een dag of 10 later al 4 nummers op de plaat staan. En ik heb die nog op de CD. I could lose these blues if you bring my baby. I could lose these blues and put it right back. En dat was met de Jordaniers in 57. En dat waren nog de echte Jordaniers. Je hoort het trouwens ook als je de plaat opzet, dat is allemaal rechtstreeks opgenomen. Toen bestond geen playback. Hè. Rechtstreeks 1, 2, 3, 4. En ik had juist 2 uur voor 4 nummers. En als je Steve Scholes zei tegen mij, Bobby, you have to learn the songs at home, not in the studio. Maar Kogel was, als je die lijst ziet, je houdt het niet voor onmogelijk. Hè. Dat is, je kunt dat niet geloven, als je die lijst ziet, dat kan niet. 1000 kilometer verder, dan
800 kilometer verder, dan was gewoon die kleine vliegtuigjes. Maar daar die heet. Ik was een man aan schouwen. Een accordeonist, een hele goeie. En mijn broer werd belichting, ons Camille. Een andere broer. Belichtingen. Maar dat was ongelooflijk succes, moet ik zeggen. Ze zei tegen mij in Denemarken, ja, maar they all speak English, ja. Twee van de 400, ja. En dan ben ik die jokes te vertellen en de mensen die lacht. Staan daar. Je hebt geen imitatie gedaan, ze gefluiten in een joden, wat ik allemaal gedaan heb, weet ik niet. Maar fijn, ze hebben me toch dikwijls teruggevraagd. Denemarken was fantastisch. In Berlijn was het fantastische. Dat was een... De Duitsland-talen van Berlijn voor de zaal 20 minuten op zijn kop te zetten, dat moet ze wel content zijn. Je moet geen Berlijners onderschatten. Hè. 20 minuten aan een stuk. Hè. We zijn een keer of 20 teruggekomen zo. En de garderobe was ver. Hè. Dat was toen Jay Mansfield. We hadden bodybuilder. En dan een equipe van Argentinië, filmster, die kwamen allemaal naar mij. En Jay Mansfield, oh, fantastic. Amai, ik stond dan wat te schudden. En de muzikanten van mij, die, ja, waren, dat waren van de Vlaanderen. Ja, waren. Schoepen hebben chance, hè. We hebben heute een gast uit België, waar onze show ook in België gezien werd. Want daar gibt es ook een showmaster. Er is niet nur showmaster op de bühne, maar het is ook privat. Dat zien ze schon aan zijn wagen. Bobbejaan. Dat is een Amerikaanse noten, ik geloof het niet juist. 10.000 kilometer gebol, dat was vol, maar toen was ik nog schoner als nu. Dat zo vol lippenstift en vol dingen, ik liep het, ik bobby en wat dat. Mijn vrouw was dat 10 dagen voor we trouwden. En dat ding nou vol, ik was dat weer kwaad, voor ik het eraf kreeg, zeg. Mond zo, bitte. Hm. Darf ik me even in het gepik schauen? Ja, bitte. Ja? Joep, zurück. In die tijd kon je in Nederland of in België met één optreden bekend zijn. Iedereen kende je, iedereen wist wat je deed en zo. En in Duitsland was dat iets heel anders. En het land is zo waanzinnig veel groter als onze landen. En ja, daar moet je eerst maar eens een jaar beginnen. Ja? En dan in het tweede jaar heb je een kans dat ze je kennen en dat ze je leuk vinden en zo. En het eigenaardige was dat het bij Bobbejaan eigenlijk meteen van het begin af aan lukte. Es ist schrecklich allein durch die Wüste zu gehen. Es muss fürchterlich sein, nie die Heimat zu sehen. Aber nichts ist so traurig für mich auf der Welt, wenn ich stehe an der Bar und ich habe kein Geld. Ich komme buiten tot 4.000-5.000 Mann te wachten, voor handtekeningen. God. En dat bleef, maar nu kom ik in dat hotel en ik stikte van de dorst. En ik had honger. Ik kroop naar beneden, zeg, dat is Bobbejaan hier. Ah ja, ze kan ik een sprudel wat ze hebben, een broodje. Die naam kroop me toch. Leider, de keuken is gesloten. Ik stond er. En dat is me nog een keer geweest. Ik zeg, godverdomme. Dat juist breken ze dat kot eraf met 20.000 man, gewoon hier. Zeg, nu zit ik hier in dat hotelje en ik vraag een water, ik kan ook geen water kunnen hebben. Hè. En van dan ben ik hier omgedraaid. Hè. Dat is kwaad. When ik stehe aan de bar en ik heb geen geld. Als je met zulke liedjes als een café zonder bier en met de zilvergrijze haren. Hè? Als je die liedjes hoort, dan denk je, hé, het had ook een Duits liedje kunnen, had een Duitser kunnen maken gewoon. Het was heel internationaal. Gewoon lekkere woorden, lekkere tracks, ook in Duits vertaald. Werkte het perfect. Gewoon. Bob was eigenlijk al een, ja,
beetje een globale man. Gewoon. Had in elk land, in elke taal, een succes kunnen zijn. Slagers komen uit Duitsland meestal. Of, het oosten. Of uit het westen. Uit de country western, uit Amerika. Dit komt eigenlijk ook uit een soort... een soort verre westen, maar dan uit Australië, de binnenlanden van Australië. The maid's gone all cranky and the cook's acting queer. Oh, what a terrible place is a pub with no beer. Afstanden zijn daar gigantisch. En afstanden worden daar niet in kilometers of zelfs niet in mijlen uitgedrukt, worden daar in sixpacks en in... halve liter cans uitgedrukt en rijdt daar van de ene tankplaats in de letterlijke zin van het woord naar de andere. En als in zo'n tankplaats geen bier zou zijn, dan is dat een ramp. Benzine zou ook erg zijn, maar bier, dat maakt het alleen maar erger. En dus was dat uiteraard een hit in Australië. En ook in het gehele gemene best. En iemand kwam op het idee om dat in het Nederlands te vertalen. Een strand zonder water of land zonder grond. Dat is al even erg als een staart zonder hond. Maar je geld dat verdwijnt met je trouwe kassier. Dat is nog niet zo erg als een café zonder bier. Heeft dat naar, zeg maar, Belgische... toestanden vertaald met hier en daar een paar koloniale trekjes aan, want ons Wilde Westen toen, dat was de Congo. En dus zit daar een strofe in waarin Bobbejaan het opneemt tegen krokodillen op de Congo-stroom. Maar dat was nog altijd niet zo erg dan een café zonder bier. Toen Jansus ging zwemmen in Leopold. Dat is van mij. Hij met geweld tegen een krokodil. En van schrik zwom Jansus van Congo naar hier. Maar dat is nog niet zo erg als een café zonder bier. Dus die melk? We hebben ons dikwijls afgevraagd waarom Napoleon steeds de hand onder de vest hield. Het antwoord op deze kwestie, die al zoveel historisch schrijvers heeft bezighouden, krijgen we in de film Café zonder bier, waarvan de hoofdheld Bobbejaan Schoepen is. Niet de Schoepen van het cabaret, de musical, het circus, maar de acteur met het uitzonderlijk komisch talent. We gaan een film begeleiden. Een film van eind jaren 50 van Bobbejaan Schoepen. Wij zijn Dead Man Ray en we gaan de soundtrack verzorgen. En we beginnen nu! Het is een komische film alleszins. Maar soms is hem even komisch door de serieuze stukken die erin zitten. Of de dingen die in het scenario in het honderd zijn gelopen. Of de improvisaties erin. Ik vind hem tamelijk absurd. En in die zin eigenlijk Belgisch. Ja, bijna surrealistisch met momenten. You are... You've got it wrong. It's that manageress who thinks her husband is a wolf, but she's wrong. It's you who is a wolf. You want the squats for yourself. You're jumping. To conclusion. Ik vind dat er heel veel echt Monty Python-scènes in zitten gewoon. Je moet het er maar nadoen. Dat is, ja, dat is er ook zo over dat het terug interessant wordt. Hoor. I have dispatches from this house. Good. Have you accommodation for me? I'll check in our files. Something wrong with our filing system. Damn this doctor. En wat ik met de film wou doen was zeker niet Bobbejaan Schoepen in een context plaatsen waarin dat mensen ermee zouden lachen, buiten hetgene wat dat hem zelf gewild heeft, door een komische film te maken. Maar dat is juist de andere kant van die artiest. Ik ben de ordonnans van Napoleon, van Napoleon. Die zalen waar hij kwam, die zaten altijd bomvol.
En die eigenaars van die zaken, die cinemazaken, daar kwam hij in conflict. Die vroegen hoe langer hoe meer voor hun zaal, want ik kon er rekenen, hè. En op een moment hoorde ik zeggen dat hij een circus had gekocht. Met 1200 plaatsen, daar kunnen we altijd 200 stoelen bij zetten. En je hebt ook altijd precies dezelfde zaal. Dat was een heel donker blauwe tent, helemaal donker van binnen, maar de belichting, ik had prachtige belichting toen, hè, in 58. Hij was gewoon ongelooflijk. Hij kon paardrijden, hij reed door de dorpjes. En dan had hij iets bij voor de kinderen met snoepjes en zo. Wop, smeet ze uit en zo. En dan was er een wagen die volgde en Bobby aan vanavond in de zaal, daar of daar. Dus eigenlijk deed hij dat super professioneel op zijn manier. Out of the night, when the full moon is bright, comes a horse that knows sorrow. Tips, en dat is een heel interessante story. Die verhuurde zijn paard toen aan Zorro. En de oude films van Zorro, dat is dat paard, dat is Midnight. En dan heb ik van Casey Tips gekocht. En dat deed alles, hè. In de café, op het podium. En de boe, up, tik. Tel, ik, als ik zei, how much toen, ja, kon in het Vlaams ook, dus 2 en 2. En als je dat deed, of dat weet ik niet, zo, dan bleef hij tellen. Maar we moesten stoppen. En dan deed hij dat. Wacht, deze. 1, 2, 3, 4. Maar dan moest dat doen, anders bleef vermoed. Ja, die mensen kwamen allemaal buiten en ik met dat paard in de café. Hè. Tot aan de toer. Jammer, jongen, ik heb dat dingen meegemaakt. Een keer een pion op hol geslagen, ook aan een ander paard toe. En mijn broer zat erop, geloof ik, in een jaar of zo, en die trein kwam dan langs. En dat paard kende dat niet. Dat paard zo op vol. Het hoeft tegen 100 per uur. En mijn broer kon tikken. Dat zo naar hem, maar dat paard stopte niet. Hè. En die kunnen tegenhouden juist voor een publiciteitswagen. Bobbejaan die had een grote familie. Ze waren met zeer veel. Het waren allemaal artiesten. Er was een broer bij die de techniek deed. Staf, geloof ik dat hij heette. En dan had er nog een andere broer. Ook een gentleman, ook een fijne jongen, en die is dan tamelijk jong gestorven. En die vader en die moeder van Bob, man, mensen, dat was ongelooflijk. De vader zat aan de kas en die had altijd van die karamelletjes bij. En die mensen die hadden zo de commerciële inzicht, de schoepes, alles was gericht op succes. Hè. Voor mij blijft Bobbejaan de grootste showman van Europa, omdat hij dat schitterende Bobbejaanland gemaakt heeft. Hij was een van de eerste die dacht, hé, was die Amerikanen kunnen met Disney, dat kunnen we hier ook. Ik vraag alleen, heb je hutje op de heide? Een grote plas. Kuil begraven, of was die er al? Nee, dat is allemaal uitgegraven door de maatschappij uit Holland. Die was niks, was een moeras. Ja, maar tegen een notaris, die had er nooit niet gehoord dat iemand zei, meneer notaris, zijn je nu zot of wat is dat eigenlijk? Ja, maar onder die moeras ligt allemaal wit zand. Je kunt geen bevelwijs maken wit zand. Dat zegt daar. Kan ik hier dan mee doen? Ja, maar nee, wat geef je? Ik zeg, niks. Ja, ik moet toch iets hebben, het zit niks waard. Ja, dat is zo'n maand of 6 heeft dat geduurd. En dan heb ik maar nagedacht, wat gaan we doen? Ik dacht eerst, ja, zo'n vijver en dan zo'n boerderij met een studio, wat paarden en koeien. En dat is het. Ja, nadien valt het. Word je meer en meer ja, stommer eigenlijk. Hè. En dan begint je weer met dat. Of een showzaal. Zeg ik, als je een showzaal maakte, dan kan ik in mijn eigen zaal werken. Hè. Dan moet ik niet zo ver rijden. Naar Wenen en naar IJsland en al die dingen. Of naar Indonesië. En zo begint je. Dames en heren, wacht me nog even voor de mensen die weten. Mevrouw voorstellen, de moeder van mijn 5 kleine kindjes, Jo Zeker. Het was goed dat hij een vrouw had die de zakelijke kant heeft. Want Bobbejaan was geen zakenman. Zijn vrouw, José, dat was een keiharde zakenvrouw. En dat klopte dus samen perfect. Ja, wij horen bij elkaar. Wat kunt je beter vinden? Dat kan niet. Het is een vrouw die graag werkt. Dus, goed.
goed studies gedaan en die 4-5 talen vlot spreken, ja, dan wordt al genoeg. Hè. Ja. En dan vlot er tong, hè. Met de paprika. Paprika. Die regeert heel Bobbejaanland. En hij moet niet doen dan optreden. Aankleden, uitkleden, terug op. Aankleden, uitkleden, terug op. 6 vertoningen per dag. Ja, we nemen het wel wat iets rustiger op als vroeger. Ja. De eerste jaren was het veel erger, dan was het pompen en wisten nooit niet van ophouden. Maar ja, je kunt het niet meer zo lang volhouden. Hè. We voelen dus dat het een beetje erg wordt. We kunnen niet altijd helemaal volgen meer in de kop. Dat was soms te druk. Ja. En dan begint je met één attractie, twee attracties en drie attracties. En dan zit je in het museum. Ik moest 25 jaar jonger zijn en weet dat ik nu wist. Zoek die helemaal anders doen. Ik heb 2 jaar achter het Bobbejaanland gewoond in Lichtaar. Dus ik was de buurman van Bobbejaan. En ik heb natuurlijk die kinderen zien groot worden. Die nog heel klein waren toen. Bijna 30 jaar geleden is. Dat moeten nu al heel grote volwassen mensen zijn. En ik heb gehoord dat 3 daarvan in de zaak zijn. En dat was Bobbejaans wens natuurlijk altijd. De kinderen het zouden overnemen. Zijn ze alle 5, 6, 7. Je moet leren dat ze jong zijn en niet wachten tot ze oud zijn. Je mag ze niet laten verroesten. Zeg maar één ding, zeg ik altijd één ding, een ongeluk, hè. Dat ze geen vader hadden die met 20.000, 30.000 frank per maand naar huis komen. Dat ongeluk hebben ze, dat moet ik eerlijk bekennen. Want dan zullen ze maar geweten hebben dat ze maar juist genoeg eten hadden en genoeg drinken. En af en toe een broek met nieuwjaar. En dat is het ongeluk dat ze hebben. Ik heb me dikwijls afgevraagd waarom een timmerman naast rijkelui niet wonen kan. Je me suis souvent demandé pourquoi les noirs n'avaient pas comme les blancs les mêmes droits. Ik heb me dikwijls afgevraagd, dat is de titel van een liedje. Wel ja, ik ken dat niet, hè. Maar vraagt Richard Anthony, je me suis souvent demandé, dat is dat. Hij heeft er heel veel zelf gemaakt die ook de wereld hebben veroverd en dat wordt over het algemeen vergeten. Eén hit, dat is geluk. Maar 15 of 20 jaar in showbusiness voor misschien, dat is geen geluk niet meer. Dan moet er iets meer als geluk zijn. Dan kwam hij op, hè, op het podium. Dan kwam er iemand. En dat kunnen weinige mensen zeggen, weinige artiesten zeggen. Daar staat iemand. Wat hij ook vastneemt dat de verandering houdt. Heeft ze van die mensen. Dat is hij. Zanger, hij is zanger geworden, heeft de top bereikt. Hè? Circus, allemaal ging er naartoe. We stonden in Oostende ergens. Nou, daarachter hadden wij dingen, dus zijn Bobbejaanland, het is er. Dat is curieus. Als ik er niet meer ben, moet ik de Bobbejaanland loslaten. Hè? Dat verdwijnt allemaal. Ik lig binnen, misschien binnen 5 jaar een autobaan door. Niks blijft bestaan. Hè. Dat is vroeger een moeras. En ik zeg, ik had het moeras moeten laten. Hè. Bobbejaan, love you. Tot ziens, beste kijkers. Ook namens bepaard. Dat hele genik in de camera staart. Nog veel is genot met de eindgeneriek. En nogmaals, mijn paard is echt even geniek. Zabdaboe, zabdaboe. Wanneer men uw paard eens opmerkzaam bekijkt, zou men durven zeggen dat het op Boy George gelijkt. Alleen is uw paard niet zo hevig geschminkt. Laat nog eens horen hoe goed of u klinkt. Volle breed, die